Een klappende band van een hijskraan heeft vandaag in Arnhem voor chaos gezorgd. Talloze ruiten gingen aan diggelen. De beroemde Steenstraat in Arnhem is opnieuw ingericht, maar voor de gebruikers is het allemaal nog erg onwennig. Ik dacht, we leven hier in Hongkong of zo, weet je wel. En prins Willem-Alexander heeft vandaag een naar hem genoemde sporthal in Epe geopend. Als je het vergelijkt met de oude PWA-hal, dan zeg ik van oké, het is super natuurlijk. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van donderdag 15 september. Eind van de middag is er in de Nijmeegse wijk Aldehof een schietpartij geweest. Een man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde in een huis aan de 34e straat. Of het slachtoffer hier woonde, dat is nog onduidelijk. Zodra er meer duidelijk wordt, dan kunt u dit vinden op onze website omroepgelderland.nl. Een enorm kabaal aan glasgerinkel vanmiddag in de Sint-Antonielaan in Arnhem. Daar zijn talloze ruiten gesprongen nadat een hijskraan een klapband kreeg. Niemand raakte gewond, maar de puinhoop was enorm. Dit is de boosdoener, de geklapte band van een hijskraan. En dit zijn de slachtoffers, de ramen van meerdere huizen in de Sint-Antonielaan. Nou, het verhaal was dus de uitleg dat er een grote band geklapt was. Ik vond het onvoorstelbaar dat een band zo verschrikkelijk veel impact kon hebben. Als die springt, dat dan hele ramen eruit liggen. Maar het is wel zo. Ja, dan weet je niet wat je ziet. En overal glas en overal mensen en paniek. Ja, dan geef je het op. Nu is het puinruimen voor de bewoners. Bergen glas gaan de containers in. Maar iedereen spreekt vooral van het geluk dat ze hebben gehad. En dan vooral de 2-jarige Abel en zijn oma. Maar we hebben een hele grote engelbewaarder gehad. Want we hebben de hele ochtend voor het raam staan kijken. Want hij vond dat geweldig. Het was echt zijn dag met die grote hijskraan. En toen zei ik, Abel, zullen we even lekker een kopje koffie gaan drinken? En mijn man die was er ook. Dus wij liepen naar de keuken om de koffie aan te zetten. En knal! En het is natuurlijk puinruimen voor de hijskraanmachinist en zijn monteur. Hoewel de monteur het probleem wel vaker ziet. Ja, vrachtwagens die in woonwijken rijden, die raken wel eens een stoeprand. En dan klappen wel eens een band onderuit. Ja, maar klappen dan ook wel eens de ruiten eromheen? Jawel, ja. Ja. Of bankjes die in voortuinen staan. Dat gaat wel eens over ruit heen. Ja, komt wel eens voor. Tijd voor een broodje nu voor Abel. Ja, dit ga ik lekker naar mijn kleinzoon brengen, want hij is wel heel erg geschrokken. Dat wel. Dus hij zegt alleen maar oma, boem, 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 kapot. Boem, hè? Ja. Ben jij geschrokken, hè? Bij een gewelddadige roofoverval op een woning in Vaassen is vanochtend een 47-jarige bewoner gewond geraakt. De man is door 2 overvallers mishandeld. Op klaarlichte dag rond 10 uur vanmorgen sloegen de daders toe in de woning aan de Woestijnweg. De bewoner is zo toegetakeld dat hij door ambulancepersoneel verzorgd moest worden. De politie startte direct een uitgebreid onderzoek. Zo werd er gezocht met speurhonden naar sporen van de overvallers die er met een onbekend geldbedrag vandoor zijn gegaan. En de politie roept mensen op om tips over de overval te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. In het Horsterwold bij Zeewolde is vanmiddag een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het gaat om de sinds zaterdag vermiste Alwin Pitstra uit Nijkerk. De 42-jarige man verdween tijdens een fietstocht naar Zeewolde. Afgelopen week is daar uitgebreid naar hem gezocht, onder meer met een helikopter. Maar alleen zijn mountainbike en zijn kleding werden teruggevonden. Zijn vader opende de sporthal al tientallen jaren geleden. Een brand verwoestte de hal en nu is die weer opgebouwd en weer officieel geopend door een lid van de koninklijke familie. Prins Willem-Alexander opende de gelijknamige hal in Epe. Laten wij meenemen dat Epe er klaar voor is. De prins heeft er duidelijk plezier in, met al die enthousiaste toejuichingen van de schoolkinderen. En een spandoek waarop staat dat deze hal hun deelname aan de Olympische Spelen van 2028... een stap dichterbij brengt. Ik heb nog niet met hem gesproken. En als je met hem praat, wat zou je hem willen vragen? Ik zou zeggen dat mijn vader ook Alexander heet. En ook de sporthal heet zo. De kroonprins opent die officieel. Door enkele hoofdstukken van de hal om te slaan. En dit hoofdstuk slaat op de fatale brand in december 2009. Toen de hal compleet afbrandde. Nu is de hal weer opgebouwd en krijgt de prins een rondleiding. Een van de gelukkigen met wie hij een praatje maakte is deze 87-jarige tennisspeler. We hebben het helemaal niet over de hal gehad, we hebben het over onszelf gehad.
En na dat waarschijnlijk geanimeerde gesprek liep de prins weer door. En bekeek ook nog het schermen. En ook daar kreeg hij een enthousiaste reactie te horen. Het is fantastisch. Sowieso als je het vergelijkt met de oude PWA-hal, dan zeg ik van oké, het is super natuurlijk. De hal is eerder geopend in 1969 door de vader van prins Willem-Alexander, prins Klaus. En dat weten sommigen nog maar al te goed. Ja, want bij de vorige opening, toen zijn vader had gedaan, ben ik er ook bij geweest. Dus dat, en toen was het bloedheet, maar toen vielen er zoveel mensen flauw. Ik vind dit vind dat heel leuk. De skyline van Wageningen kan er in de toekomst heel anders uit gaan zien. De gemeente heeft namelijk twee locaties op het oog om windmolens neer te zetten. Deze groene manier van energie opwekken past in de plannen van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar het blijft voorlopig bij plannen, want een schop gaat nog lang de grond niet in. Hier zouden ze moeten komen. 5 windmolens in de achtertuin van de Wageningen Universiteit. 100 meter hoog worden ze. Die leveren uiteindelijk zoveel duurzame energie op, zoveel duurzame elektriciteit, dat dat genoeg is voor ongeveer 7000 huishoudens, ongeveer de helft van heel Wageningen. Maar niet alleen in Noord-Wageningen komen windturbines. Ook vlakbij de rivier, op de grens met de Grebbeberg, moeten 2 of 3 windmolens verrijzen. Bewoners van de Uiterwaarden vinden het maar niks, zo'n ding in hun achtertuin. Nou, het plan heeft ons een beetje overvallen. Ik heb altijd begrepen dat de gemeente Wageningen toch het gebied open wilde houden. En ik denk dat je dat met windmolens niet bereikt. Per windmolen kost het 2 miljoen euro om hem draaiende te krijgen. Een hele bak met geld, maar de gemeente steekt er zelf geen cent in. Dat moeten bedrijven en particulieren gaan doen. Met windenergie kan je geld verdienen. En het is uiteindelijk niet aan de gemeente om daarin te investeren en daarmee geld te verdienen. Dat moet gewoon de markt moet dat doen, maar niet de overheid. De overheid is er niet om bedrijf te spelen. Als alles mee zit, moeten in 2015 de eerste masten hier komen staan. Maar voor het zover is, moet de wethouder wachten op groen licht van de gemeenteraad. En zit er maar één ding op. Tot die tijd hou ik deze op mijn bureau. En de gemeenteraad praat komend voorjaar over de komst van de windmolens. De slag om Arnhem in september 1944 was gedoemd te mislukken. Dat concludeert documentairemaker Herman Rolleman in zijn documentaire A Heath Too Far, oftewel een hei te ver. Gisteravond ging de documentaire over de landing van Britse parachutisten op de Ginkelse Heide in première in het Edese Cinemek. En bij die première waren ook Britse veteranen. Het is september 1944 als de geallieerden proberen om naar Duitsland te trekken. Daarom willen ze met een verrassingsaanval onder andere de Rijnbrug bij Arnhem in handen krijgen. Men zag dit echt als een kans om de oorlog in één klap te beëindigen. Ja, en dan vind ik echt dat als je denkt dat je zo'n kans hebt, dan moet je het gewoon proberen. Ja, en dat hebben ze hier gedaan. Ja, en dat het verkeerd is afgelopen, ja, dat heb je. Want door een tekort aan Britse piloten kon een deel van de parachutisten pas een dag later worden gedropt. En daarmee kwamen die bevrijders voor de Duitsers bepaald niet meer als een verrassing. No, not at all, not at all. They was always waiting for us shooting up. We lasted 2 days and the battalion was smashed. De Rijnbrug is een belangrijk symbool voor de slag om Arnhem. Toch heeft 80% van de bevrijders die brug nooit bereikt. We never got to Arnhem at all. Om die reden kregen de veteranen gisteren een replica van een schilderij over het echte slagveld, de Hei. En die hei lag veel te ver van de brug die de Britten in handen moesten krijgen. Daardoor liep de militaire operatie vast. En daarom, zegt de documentairemaker van een hei te ver, was de hele operatie gedoemd te mislukken. How does it feel to be sent on an operation which was bound to fail? You don't know at the time, do you? I mean, we always thought that we would get through and do what we had to do. But unfortunately, it didn't work out that way. We felt very guilty. It was 39 years before I ever dared come back to face any Dutch people because I felt we hadn't done the job properly. We'd let them down. But now the Dutch people, they're so kind to us that it's overwhelming. Neushoorn Gingerbella wil maar niet zwanger worden. Een kijkoperatie moet verklaren waarom. Straks meer. Een deur van de Rabobank in Oosterbeek is afgelopen nacht opgeblazen. De daders hebben waarschijnlijk geld buitgemaakt, maar hoeveel is onbekend. Na de ontploffing ontstond brand. Een busje en een auto die in de buurt stonden vlogen ook in brand. Mogelijk is het busje gebruikt bij de kraak.
De toekomst zal leren hoe het verder gaat. Eén ding is zeker, de radiolegende Keizerstad FM zal in vele harten blijven bestaan. De laatste woorden op Keizerstad FM, bij de legendarische radiozender, is zojuist om 6 uur de stekker eruit getrokken. Na 30 jaar vinden de eigenaren het tijd voor iets anders. Keizerstad begon in de jaren 80 als piratenzender in Nijmegen. De zender was razend populair en werd later de eerste commerciële regionale zender van Nederland. Gemeenten geven met onmiddellijke ingang geen ID-kaarten meer uit. Alleen in noodgevallen kan een kaart worden aangevraagd. Sinds de Hoge Raad onlangs bepaalde dat de identiteitskaart voortaan gratis is, is er een run op ontstaan. De voorraad is zo goed als op. De politie waarschuwt automobilisten alert te zijn tijdens de maïsoogst. Er zijn dan grote landbouwvoertuigen op de weg die soms slecht verlicht zijn. En bovendien kunnen de wegen glad zijn door modder en zand. De politie controleert extra vaak. De markt in Aalten is vandaag voor het eerst op het Marktplein gehouden. Voorheen stonden de kramen op de parkeerplaats achter de HEMA. De nieuwe locatie is een proef. In Aalten wordt al lange tijd gepraat over plek en tijdstip van de markt. De politie zoekt een groep vandalen die hebben geschoten op bushokjes in Voorthuizen, Putten en Ermelo. Ook zijn autoruiten kapotgeschoten met een luchtbux. Volgens de politie imiteren de vandalen de vermeende snelwegschutter. In dit geval is het wel duidelijk dat het om jongeren gaat die van uit een auto schieten. Die kopieergedrag vertonen en ons is er alles aan gelegen om deze jongelui aan te houden. Apeldoornse kinderen hebben op het Marktplein tennisles gekregen van voormalig toptennissers Paul Haarhuis en Jacco Elting. Ik denk dat er totaal zo'n 150 tot 180 kinderen zijn. Grootste groep nu. Je moet goed oppassen, hè, want niet iedereen heeft tenniservaring. Dus je kan wel eens geraakt worden. Elting en Haarhuis organiseren 6 oktober een groot tennistoernooi in Apeldoorn met veel internationale tennishelden van vroeger. Een benefietavond voor de Iraakse familie Al-Uwait uit Beneden-Leeuwen heeft gisteravond bijna €9.900 opgeleverd. De avond werd gehouden op het Lingencollege in Tiel. De familie, die al 6 jaar in Nederland woont, dreigt te worden uitgezet. Het geld is bedoeld voor de proceskosten. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. De straat is van iedereen, wordt in de Steenstraat in Arnhem heel letterlijk genomen. Want na de herinrichting van de straat gelden er geen verkeersregels meer. En dus gaan auto's, fietsers en voetgangers kriskras door elkaar heen. En dat is precies de bedoeling. Het met elkaar delen van de ruimte. In andere steden heeft het zogeheten shared space principe zich al bewezen. Maar Arnhem moet duidelijk nog wennen. Dit is hem dan, de vernieuwde Steenstraat in Arnhem, voor €2,5 miljoen opgeknapt. En op papier een toegankelijke en gezellige straat waar iedereen zich thuis voelt. En dit is shared space in de praktijk. Een straat met nog wel een rijbaan als houvast, maar verder moet je het zelf maar uitzoeken. En daar gaat het dus precies fout. Hallo, kunt u er een beetje wijs uit worden? Een beetje moeilijk wel, want wij bestaan normaal wel een beetje verderop, maar ik kon ook niet zo goed door en zo. En aan deze kant mag u ook niet parkeren, hè? Wist u dat? Ja, wel, nee, maar hij stond ook zo, dus ik dacht, mag ik het ook wel. Dat mag dus niet, want in deze straat gelden wel degelijk regels. Parkeren mag alleen hier, aan de rechterkant in de vakken, en niet links. Voor zover dus alles behalve shared space. Maar wat is het dan wel? Gewenning, denk ik. Ik vind het echt waardeloos. Nou ja, ik heb al langer gepleit voor zo min mogelijk borden in de stad. Iedereen die glipt overal. Ik dacht, we leven hier in Hongkong of zo, weet je wel. Dit is er een voorbeeld van waar je heel erg op elkaar moet gaan letten. En dat is leuk. Leuk, maar niet als het delen ontaart in het beslag nemen van de ruimte door foutparkeerders. Men zegt altijd meer blauw op straat, maar in dit geval meer grijs. Of... De gemeente had daar op moeten inspelen. En dat gebeurt alsnog. De tijd van gewenning is voorbij en het geduld van de gemeente is op. Vanaf maandag, na de officiële opening van de straat, wordt foutparkeren beboet. Maar of iedereen in de Steenstraat afstapt van de gedachte MySpace... We zijn al te onbeschofte mensen, dus wat dat betreft dus hebben we gewoon uitgepraat. Een niet-alledaagse kijkoperatie. Neushoorn Bella uit Burgerzoo werd vandaag inwendig onderzocht omdat ze niet zwanger kan worden. Duitse specialisten bekeken de eileiders van het vrouwtje. Want hij gaat nou hangen tegen jou, hè?
Wacht even. Thomas, Thomas. Nee, ik zet nou ook even weer. Het kostte verzorgers erg veel moeite Bella tijdens het onderzoek op haar pootjes te houden. Staande beens moet ze worden onderzocht. Duitse specialisten bekijken de situatie nauwkeurig. En Bella moet het ondergaan. Ja, ze merkt er weinig van. En het is al heel netjes dat ze gewoon constant blijft staan. Wat ik gemerkt heb is regelmatig dat ze wil gaan liggen. En dan wordt het alleen maar lastiger, maar zolang ze blijft staan gaat het goed. Waarom het reusachtige dier maar niet zwanger wordt, is de vraag. Volgens insiders ligt het niet aan het mannetje, Gilou. Bij andere vrouwtjes heeft hij al voor nageslacht gezorgd. Bella heeft een geschiedenis. Jaren geleden werd al eens een kieste uit de eileiders verwijderd. Maar een jong bleef daarna uit. En vandaag werd duidelijk wat de oorzaak is. En wat blijkt helaas, dat er niet alleen nog dezelfde kieste weer gegroeid is, maar er ook nog meerdere kiestes bijgekomen zijn. Dat is slecht voor de vruchtbaarheid. Dus de kans dat zij nog ooit zwanger wordt, is praktisch nihil. Neushoorns krijgen in de dierentuin nauwelijks jongen. In het wild worden ze bedreigd, waardoor daar ook nog maar weinig jonkies ter wereld komen. Dus iedere zwangerschap is van groot belang. Maar de natuur gaat haar eigen gang. Ja, voor het beest zelf in kwestie weten het natuurlijk allemaal niet. Hè? Dus die snapt het niet. Voor ons, en zeker voor het nageslacht en voor de fok, wel. Is het echt een, toch een gemis. Maar of Bella het zo ervaart, is de vraag. Dan krijgt u van ons nog het weer. Vandaag met Dennis Wild. Het was vandaag een stuk rustiger in Gelderland. Duidelijk minder wind dan de afgelopen dagen. En ook veel zonneschijn. Vooral vanochtend. Maar in de loop van de ochtend ontstonden die stapelwolken die vanmiddag bij elkaar de zon af en toe wel een beetje dwars zaten, maar er tussendoor ook nog wel blauwe lucht. Morgen nog zo'n fraaie dag, maar daarna gaat het weer veranderen op nadering van deze storing. Die hoort bij een lage drukgebied hier nog op de oceaan. Die trekt morgen via de Britse eilanden al dichterbij. En morgen in de namiddag kan er al een enkele bui vallen. Maar tot die tijd dus heel aardig weer met morgen nog wat hogere temperaturen. Nou, dit zijn de wolken van vanmiddag. We zien het een beetje in straten georiënteerd, want de wind die kwam vandaag nog uit de noordwestelijke richting. Vanaf zee vochtige lucht die het land dan binnenstroomt. En landinwaarts kan door de temperatuurstijging dan gemakkelijk wat stapelbewolking ontstaan. Nou, morgen komt de wind uit een hele andere richting. Tegenovergesteld uit het zuidoosten. Dan dus droge lucht onderin in de aanvoer. Maar dan komt die storing dichterbij en bovenin gaat dan wel de bewolking toenemen. In de atmosfeer dus. Nou, die atmosfeer die koelt flink af vanavond. Temperaturen vannacht dalen tot een graadje of 6, zelfs in de Achterhoek. Koud is het en op sommige plaatsen kan er een beetje grondmist ontstaan. Er is ook weinig wind. Die wind die draait al van noord naar oost in de loop van de nacht. En morgen dus weinig tot geen bewolking. 'S Ochtends heel veel zonneschijn. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking dan vanuit het westen langzaam toe. En die bewolking, hogerop in de atmosfeer, wordt dus ook wat dikker en dan kan er ook een spat regen uitvallen. Aan het eind van de middag hoor. Dus tot die tijd prima weer en temperaturen van 19 of 20 graden met weinig wind. In het weekend heel ander weer. Het gaat stevig waaien. Er gaat ook wat regen vallen, maar het kan best zijn dat we overdag toch een aantal uren droog weer hebben met een beetje geluk. En begin volgende week komt er dan weer wat verbetering na een dipje in de temperatuur op zondag. En dit was het nieuws van donderdag 15 september, waarin u zag dat een hijskraan met een klapband vandaag voor chaos heeft gezorgd in Arnhem. Talloze ruiten gingen aan diggelen. En prins Willem-Alexander heeft vandaag in Epe een naar hemzelf genoemde sporthal geopend. Ik wens u nog een fijne avond.